Er is veel politie op de been bij de demonstratie van de Duitse extreemrechtse organisatie Pegida. De spanning hangt in de lucht als diverse sprekers, waaronder Rafi Johan, hun toespraak houden. In een klein land als Nederland hebben wij 500 moskeeën en ze rijzen als paddenstoelen uit de grond. Nou, ik ben in die zin verbaasd dat Pegida in Nederland probeert op dit thema mensen eigenlijk op de been te krijgen. Omdat ik denk dat het, de zorgen over moslims en islamisering in Nederland voor een groot deel al aan de orde zijn gebracht door de PVV. Een partij die dat voor een groot deel verwoordt in het Nederlandse parlement. En ik verwacht daarom dat Pegida een minder sterke kans maakt om in Nederland eigenlijk om aanhang te krijgen. Of Pegida nu wel of geen voet aan de grond krijgt, duidelijk is dat het vluchtelingenprobleem veel emoties met zich meebrengt. Het lijkt alsof er een tweedeling is in Nederland. Nou, er is een tweedeling in de samenleving die er altijd al is, zou ik zeggen. Een tweedeling van mensen die wat meer problemen hebben met migratie en de komst van nieuwe mensen naar Nederland. En een groep die daar toch wat ruimhartiger tegenover staat. En dat probleem, dat is er eigenlijk altijd al aanwezig, maar die worden in dit soort momenten gewoon heel erg zichtbaar. Vaak wanneer de migratie sterk toeneemt, wanneer de asielzoekersstromen toenemen, zie je de onrust toenemen in de samenleving over dit onderwerp. Dat hebben we natuurlijk ook over andere migratiestromen gezien. Bij de toename van Oost-Europeanen in Nederland zagen we ook dat de PVV daar garen bij spon. En we hebben dat ook gezien bij andere vraagstukken over de multiculturele samenleving. En voorlopig blijft het nog onrustig. Op 8 november staat de volgende demonstratie van Pegida gepland.